Richard Lee 1-2 verloren van RKC. Liep niet zoals we allemaal hadden verwacht en gehoopt. Wat is voor jou het verhaal van de wedstrijd? Ja, natuurlijk teleurstellend. Helemaal als je afgelopen donderdag een hele goede wedstrijd hebt gespeeld in Roma. Ik denk dat je heel goed begint. Met goed positiespel scoor je ook de verdiende 1-0. Ja, dan beginnen hun ook goed te spelen, denk ik. We laten veel ruimte in de linies open voor hun. En daar profiteren ze van. En tweede helft probeer je door te gaan waar je mee begon. En alleen krijg je de 1-2 tegen uit de counter. En dan probeer je van alles nog die gelijkmaker te maken om nog te winnen. Ik denk dat je voldoende kans hebt gehad. Alleen we waren niet scherp genoeg voor hun, denk ik. Ja, was eigenlijk geen veldje aan de lucht voor Vitesse. Schiet zij van afstand, vliegt via een Vitesse naar de goal in. Ja. Is dat dan het kant op? Hè? Ja, dat is natuurlijk wel balen. Maar ik moet zeggen, toen we scoorden, toen gaven we ook hun veel ruimte tussen de linies. En scoren dan met een geluksdoelpunt. Alleen ik denk dat ze in die periode iets beter waren dan ons. Ja, veel kansen ook, die er net niet ingaan, net over, net naast. Zit het er dan ook gewoon niet mee? Ja, niet mee. Kijk, we hebben genoeg kansen gehad, denk ik, vooral in de tweede helft. Hun wouden alleen maar counteren. We hadden de volledige controle, vol druk op hun. En als die bal dan een paar keer voor de goal komt, dan moet je scherp zijn om die doelpunt te maken. En dat waren we vandaag niet. Iets breder trekken, hele week even bekijkend. Krijg je eigenlijk twee keer te weinig voor je gevoel? Ja, zeker. Maar ja, dat is voetbal. Hè. Kijk, we wouden deze wedstrijd heel graag winnen. Ook wetende dat we de interlandperiode ingaan. Alleen, het is flink balen dat we deze wedstrijd niet hebben gewonnen. Ondanks dat we veel kans hadden en de tweede helft overwicht hadden. Komt die interlandperiode misschien wel op een goed moment? Nou, voor mij persoonlijk niet. Kijk, je hebt de laatste wedstrijd verloren en je wil zo snel mogelijk weer een goed gevoel krijgen en zo snel mogelijk weer een wedstrijd spelen om te winnen. Alleen nu moeten we even wachten. Alleen nu moeten we even rusten, want we hebben natuurlijk veel wedstrijden gehad. Biedt ook wel gelegenheid om even weer de koppen bij elkaar te steken en vol de voorbereidingen voor AZ op 2 april. Ja, dat zeker. Maar nogmaals, de teleurstelling blijft hangen omdat je de laatste wedstrijd hebt verloren en je wil zo snel mogelijk weer spelen om een goed gevoel te krijgen. Alleen we hebben wel veel wedstrijden gespeeld en hopelijk pakt deze rust goed uit voor ons.